Hallo allemaal, welkom bij aflevering 3 van de zoektocht naar Piet Hein, die inmiddels al is gestaakt. Als jullie de vorige video niet hebben gezien, kijk dan even in de beschrijving of ga terug op mijn kanaal. Die zijn gisteren en eergisteren online gekomen. En ik wil nu even zeggen, ik word dadelijk zo gebeld. Onder andere door iemand die ik heb geprinkt. Ik heb namelijk nog een paar extra mensen erbij gedaan. Ik ga even een tussenaflevering doen. Oh, huh? Iemand anders erbij? Wacht even. Tussenstop, iemand anders app mij ineens. Huh? Oké. Dezegene heeft iemand anders het nummer gegeven van Piet Hein waarschijnlijk. Maar, oh, wacht, oh. Oké. Maar, ik heb dus net met Eveline gehad en die ga ik zo op beeld bellen. En ik stuurde, hey, ik zag je flessenpost. Groetjes Piet Hein. Je heet Eveline toch? Ik zag erop staan dat je in ...... woont. En dat je terug in de tijd wil. Dit is je kans. Ik leef in 1588. Toen zei ze, hoe kom je aan mijn nummer? Toen zei ik flessenpost. En daar kwam niet meer aan. Ik heb dus op WhatsApp met mijn standaardnummer. Ik zal het even voorlezen. Dus ik stuurde hey. Toen stuurde zij hey terug. Toen zei ik, ken je Piet Hein? Toen zei ik, hij stuurde mij ineens appjes. Toen zei zij, die appte me net, maar ik ken hem niet. Toen zei ik, misschien moeten we samen proberen achter te komen wie het is. Het is denk ik iemand die we allebei kennen. Toen zei ze, ik heb gegoogeld, maar kon niks vinden. Toen zei ik, rip. Toen zei ze, ik heb hem geblokkeerd. Zonder wetende dat ik hem ben. Ja. Toen stuurde ze een screenshot van het gesprek. En toen stuurde ze, dat ze hem had opgezocht op Instagram. Heeft ze een Piet Hein op Instagram gevonden. Geen idee wie het is. Maar er is een Piet Hein op Instagram. En ja, toen zei ik creepy. Toen zei ik jup. En toen zei ik dus kan je zo bellen. En nu gaan we dus zo bellen. Want ze is nu eten. En ik wou nog één gesprek laten zien. Dat was met papi. Ik heb papi gestuurd. Hey, ik zag je flessenpost papi. Groetjes Piet Hein. Ik zoek een paar sterke matrozen. Dat kwam nog aan. Toen zei ik voor op de VOC. Kwam niet meer aan. Ja. Even voor duidelijkheid. Ik zeg alleen maar de gesprekken van de mensen die me hebben geblokkeerd. De rest komt in de volgende aflevering. Want het is natuurlijk een serie. En waarschijnlijk gaat die rond de 8 tot 10 afleveringen om. Moet ik nog even kijken. Maar daar gaan we achter komen. Maar ik had ook nog Jasper gestuurd. En dat zit nog in deze video. Die van Luca, dat zat in de vorige video. Ik stuurde namelijk naar Jasper. Hey, ik zag je flessenpost, Jasper. Groetjes Piet Hein. Toen zei hij, huh, wat? Toen zei ik, ik ben bij de VOC. We leven toch in 1588? Toen zei hij, nee, 2020. Sinds wanneer hadden ze toen WhatsApp? En hoe kom je aan mijn nummer? En hoe ken je mijn naam? Wat is dit voor grap? Toen zei ik, je heet toch Jasper Zoet? Huh, is het 2020? Dat stuurde ik. Maar dat kwam ook niet meer aan, want hij had me geblokkeerd. Maar met Jasper had ik nog een heel kort gesprek op WhatsApp. En dat is het laatste wat ik wil zeggen hier. Oké, ik stuurde dus naar Jasper. Ewa, is het 2020? Toen zei hij, hey, oh, nooit. Hij dacht helemaal van, what the fuck is hier gebeurd? Toen zei ik, het is voor een serie voor YouTube. Zei hij, haha, ik ga stuk. Toen zei ik, heb een tweede nummer aangevraagd. Toen zei hij, oh my god, geniaal. Ja, en dat was het gesprek met Jasper. En dan zien jullie zo nog in de aflevering dat ik Eveline ga bellen van het eerste gesprek waar ik heb voorgelezen. En dan gaan we alweer naar de volgende aflevering. Woehoe! Dus ja, ik zie jullie bij het gesprek zo.
Oké, jongens, blijkbaar hoorden ze me niet doordat ik screen recorder aan had. Hoor je me nu wel? Ja. Ik moet je iets vertellen. Wat? Of ja, ik moet je iets laten zien en dan mag je eerst raden. En okay. Daarna, als je het niet raadt, vertel ik het. Wat denk je als je dit ziet? De camera. Wat denk je dan? Dat je een video aan het opnemen. Ik ben een serie aan het opnemen. Ik ben Piet Hein. Oh mijn god. Why? Ik was scared, oké? Okay? Zal ik het uitleggen? Ja. Oké. Okay. Het is al... Oh ja, je mag trouwens nog niks zeggen van deze serie. Want ik ga het met meer mensen doen. En hij gaat nog veel verder en al. Maar... Maar ik zeg wel voor mijn vrienden. Ja? Ik heb je app namelijk. Ja, ja, dat viel mij op. Maar maakt niet uit. Ik heb dat nummer speciaal ervoor aangemaakt. Dus als die serie is afgelopen, dan verwijder ik gewoon dat nummer. Nou jongens, tot morgen 12 uur bij een nieuwe aflevering. In die aflevering ga ik de chats voorlezen met andere mensen waarmee ik heb gechat als Piet Hein. Doei!